Hallo, hallo. Ik ga nu wekelijks, nee, wekelijks of tweewekelijks, als er wat aan de hand is, zeg maar, of wat, als er wat gaande is, doe ik een update geven over mijn gewichtsverlies. Wist je dat? Jij kijkt mijn vlogs niet, hè? Dat had ik gemeld in mijn laatste vlog. Nee. Van die 3 kijkers ben ik er niet één. Wat grappig. Nee, maar het is vandaag dus een hele warme dag. Ik heb een dus vasthouden, dan kan ik het laten zien. Kan ik ook gelijk laten zien hoe ik er nu uitzien. Bloed. Waar? Voetbloed. Voetbloed, ja. Ik voetbloed. Heb verkeerd geschoren. Ja, nou goed gezien, voetbloed. Nee, maar ik ben nu gemiddeld, hoeveel lichter? 10 kilo lichter. Ja. Ik, centimeters moet ik eigenlijk ook bijhouden, maar dat heb ik niet gedaan. Omdat ik niet te obsessief wil zijn met het gewichtsverlies. Ik voel me wel heel erg goed. Ik kan feitelijk alles eten, toch? Ja, je ziet er ook heel erg goed uit. Ik zie er ook goed uit, zeg maar. Ik ben gisteren naar de schoonheidsspecialist geweest, dus mijn huid iets minder. Ik heb overigens ook mijn haar geverfd in de tussentijd. Heeft niks met afvallen te maken. Fantastisch toch allemaal. En ik heb alleen ontdekt dat sushi niet kan. Nee. Tenminste, niet die sushi wat we toen hadden besteld. Ik leg het even neer. Nee, dus sushi kan niet. Wat je dan krijgt is vaak dat het hier vast gaat zitten. En dat is niet alleen met sushi, met veel... ik had ook van Sperb Express laatst gewoon kip besteld. Pittig. Moet je even niet doen, pittig, in het begin. Dat is helemaal, een hele slokdarm stond in brand. En sushi, ja, en meerdere pasta had ik laatst ook. Het gaat dan hier hangen en dan lijkt het alsof het niet doorgaat. En wat ik dan doe, of wat het eigenlijk wel moet, is overgeven. Dan komt er echt zo'n klont eruit, zeg maar, die ene hap. En daarna voel je je gelijk beter, gelukkig. Maar het was wel balen. Sushi is natuurlijk zo'n enorme stuk. En je moet alles 20 keer letterlijk, 20 keer kauwen, voordat je het mag doorslikken. En dat gaat soms niet altijd goed. Maar verder dan dat, gaat het prima. Heel veel last van diarree, by the way. Ik heb geen normale stoelgang meer. Dat is wel super klote. En als je moet, moet het ook echt direct. Maar dat zijn gewoon dingen waar je aan moet wennen. Het is gewoon anders. En in ons huishouden eten we ook anders natuurlijk. Iedereen eet anders. En Remco is zelfs heel veel water gaan drinken. Met een smaakje die ik eigenlijk voor mezelf gekocht had. Suikervrij. En Remco drinkt op. Want eigenlijk water drinken gaat voor mij prima. En ik drink iedere avond een klein blikje cola zero. Ja, ik eet ook anders. En ja. Dit soort dingen zijn nu lunch. Ook anders. Dit is gewoon zo'n bakje van de Albert Heijn. Het is gewoon kip. Waarvan jij een kwart gaat eten, denk ik. Nee, ik eet wel één zo'n ding. Dat is een mag kwart. Jij eten. Net of 4 dingen. Ik kan eigenlijk wel een heel boterham op. Hele en daar ben ik blij. Ja, ik kan heel boterham op als ik het wil. Sommige mensen kunnen maar 2 happen. En dan... Ja? Ga je smeren? Wat ga je smeren? Oh nee. Kijk eens meer. Hij gaat natuurlijk de appelmoes op. Netjes. Ja, mooi gedaan. Ik heb tevens een deel van de tafel gesmeerd, maar... Oké. Okay. Nou, dat is goed. Nou, dit is dus wat Memf eet. Goed man. Kijk eens gesmeerd. Maar ik heb dus expres gewoon een hele week niks gefilmd. Omdat ik gewoon ook echt wilde kijken hoe dat ging. Maar aan de ene kant is het niet te heftig voor me. Ik heb niet veel veranderd qua levensstijl. Maar ik eet wel gewoon normaal. Gewoon gezond. En wat ik zeg, ik kan gewoon gelukkig meer op. En ik wil ook niet te veel afvallen. Of te snel eigenlijk. Want, eigenlijk beide. Sommige mensen vallen echt gewoon tientallen kilo's in een paar weken af. En dat wil ik gewoon echt niet. Dat is niet gezond. Kijk, dan kun je dan aan je handen leggen. Drie. Ik zou ook een bordje kunnen pakken. Drie. Oké, dat eten wat ik net liet zien, dat is compleet misgegaan. Ik heb alles overgegeven. En dat komt door mezelf. Ik heb veel te snel gegeten. Ik moet echt zeker een halve minuut tot een minuut pauze nemen tijdens iedere hap. Daar heb ik gewoon geen geduld voor. En niet zeker praten. Niet als je 6 keer... Ja, ook ja, jij praat tegen mij, ja, hè? Ja, je hoeft niet terug te praten. Oké, nou, zeker als je 6 tot 9 keer per dag moet eten. En dan een minuut pauze, dan ben ik de hele dag aan het eten. Ja. Dus eigenlijk moet je minder eten, maar ook de hele dag met eten bezig zijn. Dat is toch irritant? Ja, je moet gewoon anders met eten bezig zijn. Dat moet je leren. Maar we zijn dus maar gaan wandelen, gezien het mooi weer is. Met de kids. We zijn nu dus een dag verder. En gisteren hebben we gebarbecued omdat Ruben nog langskwam. En...
ik heb volgens mij friet gegeten met een 3/4 hamburger, wat ik best wel veel vond. En ik had ook een heel vol gevoel. Ik had daarna nog een slice, een paar uur daarna, een slice bananenbrood gegeten. Dat viel helemaal niet goed. En ik had zo'n mini, ik heb niet echt dumpings, maar ik heb gewoon last van een beetje misselijkheid. Maar vaak als ik ga liggen, is het al weg. En daar ben ik echt wel gezegend mee, want ik hoor echt hele lelijke verhalen over dumpings. Maar goed, toen ik deze, zeg maar 1 week voor de operatie, heb ik mijn gewicht afgeteld. Dat was 140 kilo. En ik heb vandaag gewogen. Ik heb nu kleding aan en ik heb al wat gedronken. Maar vanochtend stond ik dus op de weegschaal. En woog ik 130,5. Dus dat is dik 10 kilo. Maar vanaf nu probeer ik gewoon 1 kilo per week te doen. En daarnaast heb ik ook vorige week een tijdje op een plateau gestaan. En dat was heel normaal, want ik viel in 1 keer 9 kilo af na de operatie. En mijn lichaam, tenminste dat heb ik met de diëtiste besproken, mijn lichaam dacht, what the fuck is dit? Dus die trekt aan de noodrem. En daardoor ga je op een plateau staan. Dus houdt hij alles vast, zeg maar, ter bescherming. Maar goed, het gaat weer verder dus zo te zien. En volgende week begin ik met sporten. Dus dat is, heb ik zin in? Nee. Maar ook weer wel, want het is wel nodig. Want ik zie mijn lichaam letterlijk in elkaar zakken. En het moet wel gewoon stevig blijven, zeg maar. Dus ja, wat dat betreft heb ik wel zin in sporten. En ik ga niet terug naar Sherman om te bodybuilden. Ik ga echt serieus, ik ga naar Winston. Hij is meer een soort van pilates. Het is gewoon voor lange spieren. Gewoon wat rustiger aan met wat ontspanning en stretching. Dus dat werkt perfect voor mij. Anyway. Hoe vond je mij deze week gaan met mijn dieet? Ik vind dat ik best veel kan eten. Ik heb gisteren voor het eerst McDonald's geprobeerd. Moet ik daar niet op antwoorden? Mag zo. Oké, dank je. Ik heb gisteren McDonald's geprobeerd voor het eerst. Ik kon 1 hamburger op, zo'n kleintje. En 2 kipnuggets. En ik voelde me slecht, jongen. Ja, echt gewoon super slecht. Ja. Gewoon, ik dacht dat het door de hoeveelheid kwam, maar het komt gewoon door McDonald's. Dus dat is gewoon van de menukaart, forever. En ik weet dat Michelle hier naar kijkt en denkt, wat? Nooit meer McDonald's? Maar ja. Dat ook te vaak, hè? Dat weet Michelle ook. Oké, maar verder, vandaag, we bestellen nog wel eten, maar ik ben gewoon aan het uitproberen wat nog lukt. Ik had vandaag Indian en daar kon ik een paar scheppen en dat heb ik eigenlijk wel goed gegeten. En ik zit vol. En ik moest een paar keer overgeven. Maar dat is er dan uit. Het is gewoon een paar happen te veel die maar, wat te veel is. Waarom eet je het dan uit als je ze vervolgens overgeeft? Maar, ja, dat weet ik niet. Dat voel ik pas te laat. Maar, dan eet je te snel. Niet eens de kans om antwoord te geven. Dat voelt heel erg frustrerend. Oké. Okay. Jij mag zo. Ik wilde even zeggen, ik ben vanmiddag naar de supermarkt geweest. En ik koop nu compleet andere dingen en nieuwe dingen. En ik laat even een paar van die producten zo zien. Nadat Remco zijn vraag heeft beantwoord. Je hebt 15 seconden en je zit al op 10. Dat ik dus denk dat jij te snel eet. Ja, als jij dat moet wel verwerken en vervolgens moet je het ook weer eruit overgeven, dan heb je te snel gegeten. Dr. Remco heeft gesproken. Toch, patiënt Canessa? Ja.